Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend kunnen we zien dat het wisselend bewolkt is. Maar de zon weet nog wel heel aardig ook door de wolken heen te komen die er wel zijn. Met name ten noorden van de grote rivier komt verspreid wel een enkele bui voor. Maar later vanochtend en zeker vanmiddag nemen de buien geleidelijk aan verder af. En dan schijnt overal de zon geregeld. Het wordt vandaag 20 graden op de Waddeneilanden eilanden en 21 tot 24 graden verder in de rest van het land. En de wind is zwak of matig uit het zuidwesten aan zee, soms nog vrij krachtig. Vanavond gaat de wind verder afnemen. Vanuit het zuidoosten neemt dan wel de bewolking toe. En komende nacht zou er in Limburg misschien al een spatje regen kunnen vallen. Morgen heeft met name de hele oostelijke helft van het land te maken met een paar buien die voorkomen. In het westen en noordwesten blijft het waarschijnlijk droog. Verder is er nu en dan zon en dat wordt 21 tot 24 graden bij weinig wind. Woensdag ook tamelijk veel bewolking, in het noorden wat meer ruimte voor zon, misschien een enkel spatje regen in de zuidelijke helft, maar op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 23 graden. Donderdag en vrijdag vallen er weer vaker, buien is er ook wel wat zon en de wind gaat behoorlijk toenemen. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.